De Gaard. Dat is een prachtig landgoed in Strijen. Waar mensen met verschillende achtergronden hun dag doorbrengen op de zorg- en activi activiteitenboerderij. En het landgoed wil op die manier een bijdrage leveren op het gebied van welzijn in de eigen streek. In deze vakantie organiseren ze verschillende activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld een workshop van Flip Wolfs van de Hoekse Bijenkorf. Nee, dit is een stukje bijenwas. Dat, uh, dat smelten wij. En als het vloeibaar is. Dan hebben we hier allemaal uh, malletjes zitten en dan gieten we dan uh, de vloeibare bijenwas in en die uh, stolt dan en dan hebben we hele mooie kaasjes van bijenwas. Dat is eigenlijk het enige. Alles wat de bijen maken kunnen we hergebruiken. We hoeven niets, helemaal niets weg te gooien. We hebben er honing van, we hebben de warmte van door middel van de kaasen. Uh, als je je brand, kun je de honing ook op je brandwonden smeren. Dus je hebt, ja, van bijen. Dat kan je er goed bij hebben? Daar kun je er goed bij hebben. En wie ben jij? Ik ben Nina. Ik uh, kom hier elke woensdag. En in de vakantie kom ik er meestal drie dagen in de week. Jeetje, dat is wel veel zeg. Waarom dan? Uh, nou, ik uh, kom hier voor de paden. En wat doe je nog meer zo Ja, soms doe ik mee met de workshop. Of ik ga knutselen of een spelletje doen. Vandaag ben je hier voor de workshop hè? Met, met bijenwas werken. Jullie zijn allemaal mooie kaars aanmaken. Ik zit aan tafel met, uh, eens even kijken, nog een, uh, een stuk of zeven andere kinderen denk ik. En zijn jullie hier altijd met elkaar? Uh, sommige die zie ik, zie ik nu voor het eerst, maar de meeste die ken ik wel. Jeetje nou, ik ga nog eens even verder kijken, want er worden hier allemaal mooie dingen gemaakt. Hé hey, José, jij hoort uh, bij de Peerdegaard, kun je me een kleine rondleiding ja, geven? Natuurlijk, ja, natuurlijk, geen probleem. Dan gaan we even naar buiten. Succes jongens! En we stappen naar buiten op de Peerdegaard en ik zie meteen een enorm veld vol ganzen. Ja, dat klopt. We hebben hier allerlei uh, soorten en Vandaag is er een workshop uh, met bijenwaswerken. Mm -hmm. Maar de hele kerstvakantie hebben jullie volgens mij activiteiten op het programma staan. Wat is er verder nog te doen? Want het is nu uh, donderdag. Uh, even kijken hoor. We hebben een workshop van Horse Your Mind van Mandy Herings. Ja, dat is een, een paardencoaching. En daarnaast gaat ze ook aan de slag met wat knutselen en uh, blah, blah. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Vrijdag... Uh... Deze week en volgende week is de workshop Paardentaal. Daar ga je eigenlijk kijken naar hoe communiceren paarden nou onder, onder elkaar en wat doen ze nou en hoe kunnen wij daarvan leren. En uh, we hebben volgende week ook weer een workshop met Flip Wolfs. En hij doet ook weer met uh, bij uh, allerlei dingen maken. Uh, dus dat is ook wel heel erg leuk. Verder hebben we ook nog een boerderijdag. Dus we mogen de kinderen gewoon lekker helpen met uh, wat ze leuk vinden om te doen. Uh, volgende week hebben we ook, dat is op een dinsdag uit mijn hoofd, hebben we een ontspanningsworkshop. Dus eventjes, uh, nou wat wij merken van onze kinderen met uh, diverse achtergronden is het, inderdaad de, de spanning van de feestdagen, uh, laat naar bed, veel eten, heel wat anders dan normaal, vakantie. merkt heel veel stress en uh, ja, dat kan niet iedereen helemaal goed plaatsen. En dan proberen wij zoveel mogelijk weer een beetje eruit te trekken en weer uh, ontspanning aan te bieden en rust aan te bieden. En kinderen die nou geen extra zorg behoeven, kunnen die hier ook gewoon bij zijn? Ja, de, de kracht ook van de bredegaard is om dat zoveel mogelijk met elkaar te mengen en van elkaar ook te leren. En uh, dat vinden we juist ook leuk om zoveel mogelijk combinaties ook te leggen. En ook een stukje respect. Wat we zien uh, is dat kinderen onder elkaar uh, al snel zeggen: nee, dat is van mij of nee, dat wil ik hebben. En uh, doordat we hier eigenlijk zorg met regulier. Mengen is dat eigenlijk gewoon een stukje respect en elkaar gunnen en met elkaar aan de slag gaan staat centraal. Dat is heel gaaf om te zien. José, was dat in een bijdrage José van de Peerdegaart? In een bijdrage van Marleen Verschoor. En meer informatie over uh, alle activiteiten in de Kerstvakantie of over uh, wat ze allemaal nog meer doen daar bij de Peerdegaart strijden, kijk dan uh, op de website en die vind je op www.peerdegaart.nl.